Vandaag ga ik de pasta maken met scampi's en venkel met de romige saus bij. We gaan beginnen met onze scampi's aan te kleuren. We gaan nu verder met onze groenten. We gaan beginnen met de shallotten te snijden. We gaan die in de lengte fijn snijden, een julienne. We gaan even inroeren. Die zijn mooi gesorteerd, glazig. En dan gaan we die gewoon even opzij zetten. Intussen kan ik mijn venkel snijden en gaan we die eraan toevoegen. Ik ga hier ongeveer een halve venkel nemen, want het is een hele grote en dat is voldoende. We snijden hier het hart uit. Dat is zo die kleine stuk langs onderen. En dan kunnen we ze fijn snijden. Onze olie is terug warm. We gaan er ook een beetje peper en zout aan toevoegen. En onze kleine chilipeper. Je weet, heel pikant. Oppassen we de vingers en de ogen. Dus we gaan hem in twee snijden. En de zaadjes eruit. Maar die zijn heel pikant en bitter. We gaan dat mooi fijn snipperen. En we kunnen eigenlijk nu rustjes laten stoven. En we gaan onze pasta koken. Zo hebben we onze pasta, de linguine. Zo een beetje de grootte van de spaghetti. Maar het is aan de platte kant en niet rond. Dat is het verschil. En die gaat straks, als we de saus hebben gemaakt, die roomsaus volledig opstorpen en dan krijgen we een smeuïge pasta. En intussen kunnen we onze garnituren verder snijden voor in de saus. We beginnen met de tomaatjes. Pieterselie. Onze venkel en shallotten zijn mooi zachtjes gestoofd. We gaan daar nu de scampi's aan toevoegen. Dan er ook wat room aan toevoegen. Laten het eventjes goed opkoken. Dan een beetje, klein beetje een soort van binding krijgen, dat de room wat inkookt. En dan gaan we daar onze pasta aan toevoegen en onze kersttomaatjes en pieterselie. En de pieterselie uiteindelijk, die gaat mooi fris van kleur blijven en die geeft ook direct zijn aroma's aan onze pasta. En dan een beetje peper en zout bij doen. Om daar een fris zuur accent aan te geven, gaan we er een beetje citroensap bij doen. En we kunnen er ook nog een beetje de zeste bij doen van de citroen. Als je dan zo je pasta eet, heb je zo die kleine dingetjes op je tong liggen van de citroen. En dat is toch zoiets heel fris. Zo, onze pasta is mooi gemengd met al zijn aromaten. Het is echt een lekker gerecht om samen met de familie aan tafel te zitten. Eén grote kom. En je kunt er een keer goed van smullen.